Ja, ik weet niet of u thuis bent in de wereld van de computerspelletjes, maar geloof mij als ik zeg dat Grand Theft Auto, GTA voor de vrienden, een kaskraker is die meer heeft opgebracht dan bijvoorbeeld de film The Lion King. Het spel GTA speelt zich af in een Amerikaanse stad, maar een student uit Gent vindt dat dat in veel, veel mooier decor kan. Welkom, Lucas Zelfslag. Ja. Lucas, GTA, misschien moet je toch eerst eens uitleggen wat is de bedoeling van dat spel? Er is eigenlijk geen bedoeling bij dat spel. Het is eigenlijk de bedoeling om rond te lopen en met auto's rond te rijden en dingen af te knallen. In alle vrijheid en schieten en zo. Ja. Nu, jij hebt architectuur gestudeerd en jij dacht, ik ga dat een beetje verbouwen. Ah, wel, het is eigenlijk de bedoeling om in GTA een soort van architecturaal ontwerp voor mij voor te kunnen stellen aan mijn docent. Als een soort eindwerk? Ja. Maar voordat ik het wist, begon ik dus een stukje center. En dan ben je een computerspel aan het verbouwen naar België, naar Gent. Naar Gent. Ja, we gaan gewoon eens kijken. Hè. Ja, dus we zijn hier nu. We staan hier. Ik ben van Gent. Ik herken hier de Korenmarkt. De HEMA. De HEMA hier, ja. En het is de Korenmarkt. Dus je bent echt een figuur. Ja. Ik zie dat de Veldstraat die moet nog komen. Hè? De Veldstraat die moet nog komen. Die moet je nog leggen. En ook niet letten op die zwevende tram. Je kan rondwandelen. En hier kan je gewoon instappen. Misschien moet je eens, hoe werkt dat dan? En dan rijd je rond. Dan rijd je dus rond. Maar je hebt dus al die gevels zelf gemaakt. Hoe doe je dat? Dat is met 3DS Max dat daar gebeurt. Dat is een programma waarin heel veel spelletjes worden gemaakt. Maar die gevels waar je net naar wees, dat is van iemand anders. Door de publiciteit die er is gekomen de laatste tijd. Ah, mensen helpen jou. We zien daar in de verte het Belfort. Dit is Sint-Niklaaskerk. Inderdaad. En wat kan je daar dan mee doen? Je kan daar tegen botsen, moest je wel. Oké. Of je kan beginnen schieten op... Ja, het ziet er heel constructief uit allemaal. Ja. Inderdaad. En we zien daar ook, de trots van mijn stad, de schaapstal. Onze schaapstal, hè. Die heb jij ook gemaakt. Die heb ik gemaakt met de hulp van ook nog iemand anders. Is dat dan de bedoeling dat wat jij nu maakt van Gent, want normaal gezien speelt zich dat af in New York en in Los Angeles en zo, dat jij dat dan aan die makers bezorgt en dat het dan verdeeld wordt? Het is de bedoeling dat dat gratis te downloaden zal zijn op mijn website. Of op de website. Ah ja, mensen kunnen dat dan spelen? Ja, door dat gewoon te gaan downloaden. Maar ze hebben natuurlijk wel GTA 4 zelf nodig. Het originele spel en dan kunnen ze dit... En dan kunnen ze dit als tweede spel hebben. Jouw figuur, dat was nog geen herkenbare Gentenaar. Nee, dat kan je is dat een beetje een Bulgaarse... Dat is een Bulgaarse maffiaman. Inderdaad, inderdaad. En dan kan je inderdaad aanpassen en dan kan je daar iedereen van maken dat je zou willen. Bijvoorbeeld Daniel Termont, ik zeg maar. Ah, ja. Siegfried Bracke. Siegfried Bracke, die nu dan in de schaapstal staat in Gent. Ja. En zou er wel niet zo blij mee zijn? Ja, dat vrees ik ook voor. Ik een beetje aan het rondkijken. Je gaat dit nu helemaal afwerken? Het is de bedoeling in ieder geval dat het centrum wordt afgewerkt en dat dat verkrijgbaar is voor iedereen die dat zou willen. En hoe lang ga je daar nog mee bezig zijn? Toch een paar maanden, nog denk een paar ik. Maanden. Inderdaad. Maar kijk, het is toch al een mooi eerste ontwerp. Lijkt er trouwens ook allemaal heel, heel goed op. Proficiat en laat het weten als het klaar is. Ja, Lucas Zelfslag. Dank je wel.